Het is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt er erin! Ja! Het is 1-1! Het is 1-1, wat een wereldgoal! Wij hebben de Facebook-account René Gijpmeij 44.000 likes en wij hebben Twitter-account René Gijpmeij 52.000 volgers. En wat is er nou op die account, wat is daar op de Shen? Nou, gewoon actualiteiten, maar van het voetbal bijvoorbeeld, Noma het WK, leuke plaatsjes of grappen om het WK heen. Wesley Sneijder gaat die vrije trap nemen vanaf de linkerkant richting Casillas. Casillas gaat erbij! Gaat hij erin! Gaat hij erin! Stefan de Vrij! Bij Facebook hebben we deze week, dus dankzij Oranje, maar 12.000 likes stijgt deze week. En die bericht bereiken 2,4 miljoen, dus dat is wel heel protte. En waarom doet hij dit? Nou, gewoon omdat het leuk is, die aandacht er zijn. Ja, we vinden het gewoon mooi. Wordt het 5-1? Is het zo'n dag? Ja! Het is zo'n dag! Het is zo'n dag! Ik ben Menno Patat, van de snackbare Menno Patat in Leeuwarden, in West-Einde. Nederland, ik had zelf gespeeld 5-1, dus dat zat ook wel even goed. Hey. Dus we hebben even een gokje opzet, we hebben wat won. Maar dit was nog warm met je hand, dus Nederland-Australië, dat wordt 7-0. Dat wordt 7-0, jongen. En wij mogen jou echt vertrouwen dat jou die 4-1 echt goed ging? Die heb ik 5-1, die heb ik goed. Jouw hart is net voor de gek? Ik zal die even zien laten. Moest je het erop hebben? Moest je het even zien? Het vorige WK hingen we een voorspellende octopus. En dat kinder is dit hier wel eens een voorspellende snackbar harder worden. Ja, ja. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.